Goedendag, hier weer het Video Weekbericht. Ik wil deze week beginnen met een grafiek hoe de hedgefunds gepositioneerd zijn. We hebben het natuurlijk al een tijdje geleden over Ray Dalio gehad, maar als we naar uh, Europese hedgefunds gaan kijken, hoe die in de Europese markt uh, gepositioneerd zijn, zie je dat ook zij niet zo enthousiast zijn. Uh, hun track record is niet zo briljant. De performance van hedgefunds valt de laatste tijd ook erg tegen. Maar die zijn, zoals u hier kunt zien netto, zijn ze niet zoveel aan het beleggen meer in Europa. Uh, nou, je kan ook uh, van de positieve kant zien. Als ze weer wat enthousiaster raken, gaan die kopen, gaan de koersen verder omhoog. En heeft het een zelfversterkend effect. Maar op dit moment zien ze het dus nog eventjes niet zitten. En nogmaals, ze zijn niet zo briljant de laatste tijd. Dan natuurlijk komende week gaan we het over de VET bijeenkomst hebben. Wat gaat hij met de rente doen? Nou, dat kan ik u alvast op een blaadje geven. Die gaat de rente verhogen. En daarom is het wel even van belang dat we naar de rente kijken. Wat u hier ziet. De vet gaat over de korte rente. Maar hier ziet u de lange rente. De 10jaarsrente is flink aan het stijgen. En ik denk dat dat 3%, dat is de rode lijn, ...toch wel een heel cruciaal niveau is. Ik heb ook eventjes de Trump-verkiezingen erbij gezet. U ziet dat sindsdien de rente heel hard omhoog gegaan is. kan nog wel eens een probleempje gaan worden. Zeker nu voor de overheid. Uh, <tiek> de tekorten zo hard oplopen met zijn fiscale beleid. Ik ben benieuwd wat dat verder voor de rente gaat betekenen. In ieder geval aan de korte kant betekent dat de rente omhoog gaat. En dat zal misschien uiteindelijk ook een impact op de lange kant hebben. En dat komt ook omdat er inflatie natuurlijk gaat stijgen. Daarom heb ik deze grafiek laten zien. Uh, die heeft naar... De Vorige grote inflatiegolf gezien een hele lange stabiele periode zonder inflatie. En vervolgens ontstond er inflatie. Nou, of dat zo is of niet, dat weet ik niet. Maar deze grafiek van Deutsche Bank laat heel erg mooi zien wat er dan gebeurt. Dat betekent uh, dat we toen hebben gezien dat de looninflatie hard omhoog ging, waardoor er dus voor aandeelhouders weinig overbleef. En u ziet dat de SP 500 uh, maar 2% steeg in deze periode, terwijl in die periode daarvoor met 49% is gestegen. Je nou, ziet ook welke sectoren het goed doen. Uh, banken doen het dan over het algemeen goed, want die profiteren van een hogere rente. Uh, en ook obligaties doen het dan natuurlijk slecht, want dat is een één op één relatie uh, met, uh, met de rente. Dan nog eventjes, omdat we nu zo'n beetje wel, hè, nu ook Altius is gekomen aan het einde van het cijferseizoen zitten. Hoe ziet het eruit? Ik kan simpelweg zeggen, goed. Uh, als je, hier zie je de, de meevallers ten opzichte van de tegenvallers. En dat ziet er gewoon heel erg netjes uit. Hoewel het seizoen heel erg zwak begon, wat eigenlijk ook logisch is, met die hele zwakke dolle. Dat is met name voor Europese bedrijven heel erg slecht. Maar uiteindelijk is het in de loop van het kwartaal toch bijgetrokken. En zie je dat er aanmerkelijk meer meevallers zijn dan tegenvallers. En uiteindelijk is dat een heel mooi cijfer geworden. De verwachte winstgroei uh, is ook 8%, of de winstgroei is 8% hoger uitgekomen dan eerder verwacht. En wat betekent dat nu als je de individuele namen had? Als je zo meevallen had, ziet u hier de koersbeweging. Bij de meevallers gingen de koersen na vijf dagen met 1,5% eh, omhoog. En bij de tegenvallers eh, ongeveer 0,8% naar beneden. Op zich ook logisch. Maar hier ziet u voor het eerst wat dan de daadwerkelijke effecten waren. Um, het voorspelt voor de rest niks, maar het geeft wel aan wat de effecten zijn als je het geeft. Nou, komende week gaan we natuurlijk een spannende week weer door die VET-meeting. Niet zozeer vanwege de rente, maar vooral vanwege wat de VET allemaal gaat zeggen. We beginnen maandag met een nieuwe AX. Vers van de pers. Um, dat zal niet zoveel verandering geven. Want de nieuwe binnenkomers hebben al daarop gereageerd. En degenen die eruit gaan hebben het al heel veel slechter gedaan. Soms zie je zelfs al een tegengestelde beweging. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En we gaan natuurlijk een paar mooie beursintroducties zien. Zoals onder andere en NIBC en BNS. Dus um, we hopen dat ze met veel uh, geklap worden ontvangen. En dat, uh, want het is altijd wel prettig voor die bedrijven. Als je dan die grote stap maakt dat het ook een beetje goed ontvangen wordt. We gaan nog een brexit meeting hebben, uh, er komt daar wat vuurwerk over, dus genoeg om te zien. Ook een heleboel roadshows nog, zoals u ziet. Uh, ik wens u er veel succes mee. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Oh ja, en nog één ding. Als u een abonnement op wilt, dan kunt u dat gewoon aanklikken bij YouTube en dan krijgt u voortaan direct uh, een melding dat er weer een nieuwe video online staat. Tot volgende week.